Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag sokslofjes haken en dat doen we met deze extra soft wol van Zeeman. En ik heb het patroon ook uitgeschreven van de sokslofjes. En ja, ik vond het echt heel leuk om te doen. Ik heb ooit geprobeerd sokken te breien, maar met vier naalden vond ik het, ja, voor mij is het te lastig. Dus ik ben echt een haakster. Dus ja, ik zal even zeggen wat je nodig hebt en dan kunnen we dadelijk gaan beginnen. We hebben nodig 2 bollen extra soft van Zeeman, dat is deze wol. Ze hebben een lengte van 95 meter en ze wegen 100 gram. Het is 100% polyester. En de wol heeft het kwaliteitskeurmerk Vertrouwen in Textiel. Het Okotex keurmerk. En zover ik weet zijn er dan geen chemicaliën aan toegevoegd. En ik ga het nog even uitzoeken. Ik zal het hier onder de video zetten wat het Okotex keurmerk betekent. En dan ga ik even verder met wat je nodig hebt voor de sokjes, de sokslofjes te maken. Haaknaald nummer 6. Een stopnaald, een schaar, 2 steekmarkeerders. Ik heb dit eigenlijk deze sok. Ja, het is natuurlijk moeilijk om te zeggen. Het is een ontwerp, omdat een sok blijft altijd een sok. Alleen, ik heb wel heel veel geprobeerd om die sok ook heel goed te laten aansluiten aan je voet. In maat 36 tot 37 of maat 38, 39 of maat 40. 41. Wil je die sok nou groter haken, dan moet je gewoon een toertje extra toertje extra tot je hiel maken. Zie je dat ik het patroon hier helemaal heb uitgeschreven, hoeveel centimeter je bijvoorbeeld moet haken, ja, hoe je moet meerderen, hoe je gaat minderen, kijk hoe je gaat steken, gaat minderen, maar ik ga het nu even allemaal lekker uitleggen en duidelijk uitleggen en dan gaan we gezellig beginnen aan de sokslofjes. Kijk, dit is al de eerste ontwerp en we beginnen dus vanaf de teen, dan de voet, dan gaan we de hiel maken en dan gaan we hier die enkel naar boven haken. Zie je, een leuk sierrandje eraan. Dus het is niet moeilijk. Het is ook lekker zachte, een zacht sokje. Kijk, hier zie je wel die naad eraan, maar aan de buitenkant zie je die niet. Zie je? Dan is het een heel mooi sokje. Ik heb hem ook gemaakt met andere wol. Dat is deze. Ik zal even deze wol wegleggen. Of je hem beter kan zien. En hier heb ik ook vanaf de teen begonnen, dan de voet, dan ga je de hiel maken, dan haak je eigenlijk niet meer in het rond, maar dan ga je weer keren. Ik ga het natuurlijk duidelijk uitleggen. En dan ga je weer in het rond je been of je enkel maken, zo hoog als dat jij je sok wil hebben. Ik heb hier wel een mindering gemaakt, dat laat ik dadelijk zien. Ik heb nog meer minderingen gehaakt. En hier wordt het dus gemeerderd. Dus je begint bij de teen. Hier wordt gemeerderd. Dan doe je gewoon 1 rechte ronde. Dan gaat de hiel. De hiel kan ik beter hiermee laten zien met deze wol. En dan ga je weer aan je enkel. En dan kan je altijd nog een leuk sierrandje eraan haken. Daarna ben ik wel erachter gekomen dat ik dit iets te breed vond, dus ik heb hier met mijn volgende sok heb ik iets geminderd, heb ik hier gedaan toen en dan de andere kant ook, en ik heb een rijtje verder ook nog iets geminderd zodat ik beter aan mijn enkel aansloot. Dit was iets te recht en ik leg even alles weg, want ik heb hier natuurlijk klaargelegd wat we nodig hadden. Dat was een centimeter, schaartje, steekmarkeerders en haaknaald nummer 6.
En dan zal ik nog even vertellen, deze wol die heb ik van de Action. Ik heb hier geen label meer van, maar hier zat 300 gram op, dat weet ik wel. En daar kan ik dus 2 slofjes van maken. En ja, dat is natuurlijk wel iets goedkoper dan de wol van Zeeman. Maar bij Zeeman weet ik gewoon altijd, die hebben hem vaak op voorraad. Wil je andere wol, dan gebruik dubbele draad als je maar haaknaald nummer 6 gebruikt. En dan gaan we beginnen aan de sokslofje. Tot zo! We beginnen aan de teen en we maken een opzetlus. En we haken 7 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan gaan we in de 1, 2, in de derde steken we in. En dan gaan we in elke steek een stokje zetten. En dan in die laatste steek ook nog een stokje. En als het goed is, hebben we dan 1, 2, 3, 4, 5 stokjes. En die eerste tel je ook mee als stokje. Dus dit zijn 6 stokjes in totaal. Maar 5 stokjes maken. En dan gaan we in die laatste steek nog 3 stokjes bijzetten. Dus in die laatste steek, dan ga je eigenlijk het hoekje mee om. Met 3 stokjes. 1. En dan in diezelfde steek. 2. En in diezelfde steek 3. En dan gaan we weer op elke steek een stokje zetten. Dus hier hebben we 3 stokjes ingezet. En dan gaan we even de steken zoeken dat je echt weer op de volgende. Het is even op de volgende steek een stokje. En op de volgende steek. 1 stokje, dit is 2. En op de volgende steek een stokje. Dit is 4. En op de volgende steek een stokje. Dan heb je hier die begin 3 lossen. In die opening, daar steek je in en dan maak je nog 2 stokjes. Twee. En dan gaan we de toer sluiten hier bovenin. Waar je die los hebt gedaan, daar sluit je de toer met een halve vaste. Kijk, en dit is al het begin van je teen. Hier zie je het. Begin van je teen. En dan gaan we nu naar toer 2 verder. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We gaan nu aan toer 2 beginnen van de teen. En dat is de toer van de meerdering. En dan maak je 2 lossen. En dan haak je 3 stokjes. En dan haak je 2 stokjes in 1 steek. En dan weer 3 stokjes. En 2 stokjes in 1 steek. Dus je maakt 1, 2 lossen. Dan maak je 3 stokjes. En je steekt echt hier die eerste stokje steek je echt in het stokje, eerste stokje in, want anders krijg je een te grote opening. Dus dit is 1, 2, 3.
En dan gaan we 2 stokjes in 1 steek steken. 1, 2. En dan ga ik even garen pakken, zodat ik de hele teen kan afmaken. Dan gaan we weer 3 stokjes maken. In elke steek gewoon een stokje. 1, 2, 3. En dan gaan we in de volgende steek weer 2 stokjes in 1 steek zetten. 1, 2. Dan gaan we weer 3 stokjes maken. 1, 2, 3. Zie je dat je echt al die bolling van die teen krijgt? Dan gaan we 2 stokjes in 1 steek maken. 1, 2. En dan gaan we weer in elk steek 1 stokje maken. Dus heb je weer 3 stokjes. En dan zijn we op het einde van de toer. Toer 2. En we sluiten de toer in deze bovenste. Je haalt je draad op en je maakt een halve vaste en je haalt je draad door. Zo. En dan gaan we nu, kijk, dan heb je echt zo die teen. En de linker en de rechter sok is gewoon hetzelfde. En dan pak ik nu een ander kleurtje erbij. En dan gaan we verder met de voet. Tot zo. En ja, ik heb hier nog een toer, zie ik, bijgedaan. Dus ik ga nog even 1 toer extra maken. Maar dat is gewoon een steek op een steek. Dus de teen is nu klaar. Dus ik ga nu zelf eventjes nog een toer gewoon op iedere steek even nog geel maken. Want ik zie dat ik gewoon 1 toer te weinig heb om de tweede sok te maken. En dan gaan we aan de voet beginnen. Dus ik zie je zo weer terug. Tot zo! Je steekt dus als je gewoon, ik ben gewoon een toer vergeten, dus je pakt weer je opzetlus, je steekt in, je haalt door, omslaan door 1, omslaan door 1. Dus dit is je beginstokje. En dan deze toer, dit is eigenlijk gewoon, ja, nog je teen, maar dit is, je hoeft hier niet te meerderen, je hoeft niet te minder, niks te doen, alleen maar op elke steek. Een stokje zetten. Zie je dat je de, die teen hier, ik dacht dat ik al klaar was, maar inderdaad, de teen zijn maar 2 toeren en de derde toer is een stokje op een stokje zetten. Gaat het te snel? Zet de video langzamer. Ik heb de video ook in andere talen ondertiteld. Ja, die sok heb je echt in een avondje, als je dit door hebt, dan heb je in een avondje, ja, ik heb altijd 1 sok per avond, maar dat is wel leuk als je voor anderen ook gaat haken. En ik ga deze video uitleggen van teen en dan tot de hiel, want ja, dat anders wordt de video te lang en in deel 2 ga ik de hiel en het been uitleggen. En nu is het eigenlijk ook niet moeilijk, en zeker dit eerste gedeelte. Ik haak nog gewoon even lekker mee, want het haakt, je ziet hoe lekker
En ik haak het nu even snel hoor. Hoe lekker dat het ook weghaakt. En je sluit de toer hierboven. Je hebt die drie losse gedaan. En hierboven in deze steek. Die pak je op. Je slaat om. En je gaat door 2. En je haalt je draad door. Je knipt hem af. En dan zie ik je zo bij de voet. Hier zo zie ik je weer terug. Tot zo. We gaan nu het gedeelte van de voet maken. Omslaan. Of tenminste een opzetlus maken. En je hecht aan. Je steekt in de goede kant. Je moet wel de lange draad pakken. Ook dat heb ik ook nog wel eens. Dat ik de verkeerde draad pak. En je maakt een losse. Kijk, je hebt die vaste al gedaan en je maakt 1 losse. Ik heb geleerd als je 3 losse in het begin van de toer hebt gemaakt. Kijk, ik steek nu weer in de... Ik heb nu 1 vaste gemaakt en een losse. Als ik 3 losse maak, dan worden de gaatjes aan de zijkant te groot. Dus ik doe iedere toer begin ik met 2 losse. En dan zet je in de volgende steek een stokje. En dat is de voet. In de volgende steek 1 stokje. Je hoeft niets meer te doen als gewoon lekker te haken. En het is wel leuk om met verschillende kleurtjes te werken, zodat je ook ziet hoe ver je bent of waar je bent. En je haakt gewoon in het rond. Kijk hoe leuk. Op iedere steek. Een stokje. Kijk, en dan kijk je dat in deze steek heb je je begin gedaan en dan sluit je de toer hier bovenaan weer. Oh, en dan moet ik hem niet omslaan, de draad. Maar hierboven, daar pak ik de steek op. Je haalt door en je haalt door 2 lussen. En dan sluit je hem heel mooi af. Dus je begint iedere toer met 2 lossen. 1, 2. En je begint in die steek, eerste steek weer rond te haken. Zie je? En dan haak je verder formaat 36, 37 tot 14 centimeter. Iedere maat groter heb ik 1 centimeter erbij, maar pas hem gewoon even aan je voet totdat je bij je hiel bent en daar gaan we aan de hiel beginnen. Ik haak nog even door en dan zie ik je zo weer terug.
Tot zo. Ik heb doorgehaakt bij de voet. Kijk, dan zie je hoe het eruit komt te zien. Het is gewoon eigenlijk net zoiets als een handschoen. Dus ik kan hier ook nog een paar handschoenen van maken, zie ik. Maar het worden nu dus sokken. In deel 2 leg ik de hiel en de enkel uit. En nu hebben we dus de teen en de voet uitgelegd. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6 toeren. Maar dit is de kleinste maat. En heb je maat groter, dan haak je gewoon nog verder. En je sluit de toer weer iedere keer met een halve vaste. In die bovenste steek, daar steek je in. Je haalt je draad op. En je haalt hem door. En ik ga nu de draad afknippen, want we gaan straks aan de hiel beginnen, maar dat wordt de volgende video. En dan zie ik je graag weer terug. Ik zou zeggen, dit was deel 1 voor de slofsok of voor de sokslofjes. En dankjewel voor het kijken. En ik zie je graag bij deel 2 weer terug. Graag abonneren en tot de volgende video. Tot ziens!